woensdagmarkt op het Haarlemmerplein, elke woensdag van 9 tot 5 zoiets. Vandaag is het dan 's avonds en alleen vandaag is het met muziek en met al die proeven en zo. Dit is de week van de smaak en die gelegenheid grijpen we aan om de markt hier te promoten, zodat de mensen uit de buurt ook weten dat deze markt er is. Die heerlijke sambals en jam maakt en een dame met paddenstoelen en een dame met pasta en die kraam daar met de jongens van de olijven en dan hebben we nog een broodkraam. We vast nog, oh ja, nog een groenteman aan de overkant en wat zijn er verder nog hier op de markt? Ik vergeet er vast nog een paar. Oh ja, en de bloemenman. Ik wil helemaal niks te hebben. Ik ook. Maar wel veel streekproducten. Wij zijn biologisten. De crepeman gebruikt zoveel mogelijk biologische producten. Het brood is voor een deel biologisch, voor een deel niet. En alles is er niet voor veel mensen die niet voor hun eigen producten maken of streekproducten komen brengen hier. Het komt allemaal over uit de omgeving en wat er echt niet te krijgen is, komt via de groothandel. Thank you.
mijn spotlights. Het was heel gezellig. Ja, het was erg leuk. Vooral in onze kraam waar we allemaal muziek hadden en live optredens en vrienden op bezoek. En ja, het was erg leuk. Eigenlijk moeten we er heel veel mensen op blijven. Ja, ze moeten zelf vertrekken. Wanneer was dat dan?